Hoe kan je de gift het beste omschrijven? Positief dwarsgezelschap. We proberen wel altijd iets te maken wat er nog niet is. Iets toe te voegen aan, aan het gebied waarbinnen wij ons bewegen op cultureel vlak. Zowel muzikaal, textueel als ook qua vormgeving. Bidonville, ons laatste album, dat hebben we samen gemaakt met de acteur Sanne den Hartog. Hij is bekend, hij zit meer in het theatercircuit, hij is acteur. En dat levert eigenlijk, we doen vaak gewoon onze eigen dingen. Muziek, dan concentreren we ons op de muziek met de gift vanuit onszelf. Maar ook dat wisselen we af met samenwerkingsprojecten. 31 mei in Bosch Theater, een hele speciale dag wordt dat. Wat kan men daar verwachten? Nou, het is de presentatie van het luisterpad. De mensen worden, als ik het goed begrepen heb, met een pendeldienst naar het beginpunt van de wandeling gebracht. Waarna ze het luisterpad gaan volgen. En aan het eind van het pad zullen wij de voorstelling Bidonville spelen in het Bosch Theater. Voorafgaand kan je in de middag gratis de feestelijke première van Laatste Woord beleven. Dit is een interactieve literaire boswandeling door het Amsterdamse bos. Laatste Woord, waarin de gebruiker zelf richting geeft aan de mijmeringen van de leden uit een gestoorde familie. Tijdens de wandeling kies je op kruispunten voor het volgen van de gedachten van de verschillende familieleden. Langzaam maar zeker onthult het verhaal de duistere kant van vader, opa, kolonel Ebeling en zijn gezin. Dames en heren, welkom. Welkom in Bidonville.